een hele ja, interessante muziekavond met een verhaallijn. Een soort van toestand die zich afspeelt de nacht, de avondnacht voor Koninginnedag. Heel veel liedjes, liederen, van klassiek tot pop, tot kinderliedjes, tot slaapliedjes, alles zit erin verwerkt. Er zijn mensen die kunnen fantastisch zingen in de voorstelling, die hebben dat ook veel vaker gedaan. En voor mij is het echt helemaal nieuw om echt alleen maar te zingen. Het speelt zich af op een pleintje. Daar verzamelen een aantal figuren zich in voorbereiding op de Koninginnedag. Hè, het afzetten met kraampjes. Ik speel zelf een soort van straatveger die dat wat taakstraf heeft, een soort dichter, een vreemde snuiter. Ze hebben allemaal iets, er is iets, met al die figuren is er iets aan de hand. Er zijn heel veel hilarische, leuke, grappige momenten, maar ook heel veel ontroerende momenten in de voorstelling gekomen. Mensen krijgen echt een, laat ik het zo zeggen, een avondje compleet.